Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer enthousiast, want we gaan weer een heleboel nieuwe make-up testen. Ik heb hier genoeg make-up liggen voor echt een full face. Dus ja, ik dacht, laat ik gewoon alle make-up verzamelen en er gewoon een hele video over maken. Het is een mix van dure en betaalbare make-up. Dus het is gewoon een beetje van alles. En het is ook een mix van PR make-up. Dus make-up die ik gewoon gratis heb ontvangen. En echt make-up die ik gewoon zelf heb gekocht. Dus we hebben vandaag echt gewoon een beetje van alles. En ik ben super enthousiast, want ik heb echt een hele leuke look in mijn hoofd. Het wordt een beetje een Japanse vibes look. Vandaar ook deze Japanse top die ik aan heb gedaan. En dit soort video's duren altijd wel eventjes. Dus pak er iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. En kom gewoon lekker genieten van deze video. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies en dagcreme. En ook al geprimed. Ik heb geprimed met mijn NYX Marshmallow Primer. Want ik ga vandaag in met een nieuwe foundation. Een hele betaalbare. Dit is de nieuwe She Glam Skin Finit Hydrating Foundation. Deze is echt net nieuw. Ze hadden er al eentje. Dit was gewoon de normale van hun. En nou hebben ze dus eentje die hydrateert. Ik vind het ook echt super luxe hoe het zo aankomt in zo'n fluwelen zak. Echt super mooi. En dit is dan de verpakking. Ziet er echt heel mooi chic uit. Ik vind het echt heel mooi die kleuren ook. En het lijkt een beetje op die andere, alleen die andere is zwart en deze is een beetje zo crème-achtig. Dit is het enige product vandaag dat ik al heb getest, want jullie weten van mij, als het gaat om foundations moet ik ze altijd een aantal keer proberen om echt een goede mening te kunnen hebben. Ik was vergeten om het te filmen, dus ik had mijn make-up eraf gehaald en ik dacht daarna van... Ik heb helemaal niet laten zien hoe het eruit ziet aan het einde van de dag, maar ik heb hem echt letterlijk de hele dag opgehouden. Ik heb hem ongeveer 8 uur opgehouden ongeveer. En omdat ik een normale tot droge huid heb, spreekt alles maar aan wat hydrateert. Ik moet zeggen, hij is best wel fijn. Als je hem aanbrengt, het is super mooi. Ik voel ook echt dat hij mijn gezicht een beetje hydrateert. Hij is niet zo droog als dat hij ander een klein beetje kan zijn. En hij bracht gewoon echt helemaal fantastisch aan. Super mooi op de huid. Het enige wat ik iets minder vond, is dat hij na een aantal uur een beetje vettig werd. Dus als je een vettige huid hebt, raad ik hem echt absoluut niet aan. En mijn gezicht werd een heel klein beetje vettig. Maar het was niet too much. Ik vind het gewoon nog wel draagbaar. Dus ik raad hem echt zeker te weten alleen maar aan voor mensen met een droge huid. Ook niet echt per se voor een normale huid. Want dan gaat ook je gezicht er vettig uitzien. Dus ja, dat is het enige wat ik een beetje minder vond. Maar al met al was het niet too much. En het zag er gewoon wel gewoon goed uit op mijn best wel droge huid. Kijk, zoals je laat zien laat hij zo'n hele mooie glow achter. Dat vind ik op zich wel mooi. Wat mij ook opviel was de kleur. De kleur is een beetje anders. Ik heb de kleur golden. Precies dezelfde kleur als de andere. Maar zoals je kunt zien, ook al is het de same kleur, de kleuren verschillen wel echt. Deze andere is echt meer goudgelig. En die ik nu gebruik vind ik iets meer neutraal dan echt goud. Dus ja, er is ook wel een hele kleine verschil in kleur. Maar in principe, het werkt gewoon prima voor mij. Nogmaals, ik raad dus eigenlijk gewoon nog steeds die andere aan. Maar voor mensen met een hele extreem droge huid, zou ik deze andere gebruiken. Dan ga ik mijn gezicht ook cream contouren. En ook voor dit heb ik iets van She Glam. Dit is de She Glam Sun Sculpt Liquid Bronzer in de kleur Warm Honey. Dit is dus zo'n hele kleine cream bronzer. De verpakking is super mooi. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Ook zo heel mooi chic. Dit merk is zo goedkoop. Het is gewoon te koop bij Shein. Dus echt super goedkoop. Alleen qua verpakkingen is het allemaal echt super duper mooi. Ik heb ook al hun cream blush. Qua verpakking is het echt identiek aan elkaar. En deze vind ik echt super fijn. Een van de beste betaalbare cream blushes die er zijn. Dus ik heb goede hoop dat deze cream komt. Contour ook goed gaat zijn. Ik was aan het twijfelen over de kleur, maar ik ben uiteindelijk voor de kleur Warm Honey gegaan. En ik denk ook echt dat een goede beslissing was. Kijk even hoe apart dit eruit ziet. Dit is echt te cute. Kijk dit. Oké, laten we het gewoon aanbrengen overal waar ik gewoon normaal contour. Hij is niet al te donker. Hij is best wel licht. Ik denk dat het wel echt een perfecte match gaat zijn met mijn huidskleur. Het voelt heel creamy aan. Het voelt een beetje aan als zo'n whipped formule, zo slagroomachtig. Oké, ik denk dat ik het hierbij laat. Oké, ik moet wel zeggen dat het snel opdroogt, dus je moet een beetje snel ingaan met je kwast, want anders is het helemaal opgedroogd en blendt het niet meer heel goed mee. Maar ik moet zeggen, ik ben nog op zich wel gewoon op tijd. De kleur is mooi. Het is wel een iets lichtere kleur dan dat ik normaal gebruik. Het heeft een hele mooie bronzy kleur.
En het blendt op zich wel goed mee, ondanks dat het wel snel opdroogt. Ja, voor mijn huidskleur is hij een beetje licht. Dus voor mij is het meer een everyday naturel contour bronzer iets. Maar ik vind hem wel heel mooi op de huid liggen. Dan heb ik ook een nieuwe concealer. Dit is de Rimmel London, de Multitasker Concealer in de kleur 030 Light. Ik ben hier heel benieuwd naar, omdat ik dit merk niet echt heel vaak gebruik. Ik was naar de Kruidvat en echt bijna alle make-up was 1 plus 1 gratis. Dus ik heb daar lekker een beetje geshopt en daar heb ik dus ook de concealer gehaald. Alles wat ik tot nu toe heb gebruikt, heb ik gewoon gehaald. Deze andere twee ook. Toen ik dit zag, ik dacht, laat me het gewoon een keer proberen. Weer eventjes een ander soort brand op mijn kanaal. Er staat op dat het conceals, obviously, want het is een concealer. En dat het verlicht en ook dekt en dat het 24 uur lang blijft zitten en ook hydrateert. Ik ben benieuwd. Laten we het gewoon proberen. Oeh, lekkere grote applicator. I love it. Ben ik lekker snel klaar? Oh, de kleur is wel echt heel licht. Oké. Okay. Dit is een iets te lichte kleur, maar whatever. Hij voelt ook echt heel licht aan. Heel lichtgewicht. Een beetje zo dunnig. Jongens, de kleur is echt veel te licht. Maar laten we gewoon dit even negeren. Dit valt wel te fixen. Maar ik vind hem wel heel mooi. Hij heeft echt een volledige dekking. Hij brengt gewoon goed aan. Hij blendt goed in. En hij is niet helemaal zo droog. Want hij voelt ook echt heel dun aan. I like it. Ik denk dat ik hem wel fijn vind. Ik ga even iets meer van deze cream contour aanbrengen. Want de concealer heeft nou een beetje weggehaald. Het moet een beetje terugkomen. Oké, nou dit ziet er al een stuk beter uit, maar oh, deze concealer is echt te licht. Zo jammer, want hij is wel echt heel mooi, maar ik denk dat ik hem gewoon dan ga halen in een iets donkerdere kleur. Dan ga ik in met poeder. Dit is de Maybelline Superstay Full Coverage Foundation poeder. Dit soort poeders gebruik ik niet over mijn hele gezicht, maar alleen maar zo hier om ja, een soort van te baken en mijn concealer goed vast te zetten. Ik heb hem vandaar ook in een hele lichte kleur. Ik zie alleen niet erop staan welke kleur dit is. I don't know. Dit product heb ik ook gehaald toen bij de Kruidvat. Oh, ik zie nou ook dat je zo hieronder heb je een spons en een spiegel. Dat vind ik wel heel handig gedaan. Maar die ga ik niet gebruiken. Oh, ik zie eindelijk de kleur. Dit is de kleur nummer 10. Een hele lichte kleur. Maar dit is dus gewoon zo'n hele lichte matte poeder. Die ga ik overal aanbrengen waar ik concealer heb aangebracht. Oh, I love it. Kijk hoe mooi mat het hier heeft gemaakt. Het heeft niet al te veel dekking of zo. Gewoon precies genoeg. Kijk, hier is het nog helemaal zo glanzend. En hier is het nou echt helemaal mooi mat. Ja, jongens, ik denk dat ik deze poeder wel fijn vind. Hij maakt heel mooi mat. Oké, heel eventjes snel een beetje van mijn Max & More Fixing Spray. Dan ga ik mijn gezicht gewoon eventjes nu laten voor wat het is. En ik ga beginnen aan de oogschaduw. Het leukste gedeelte van de video, vind ik. En qua oogschaduw gaan we het vandaag een beetje anders doen. Jullie weten, ik hou van oogschaduwpaletten. Ik gebruik altijd een heel palet in mijn video's. Ik vind het ook belangrijk om slechts één palet te gebruiken. En niet allemaal 4, 5 verschillende dingen. Maar vandaag wordt het een klein beetje anders. Want ik heb een aantal losse oogschaduwen gehad in PR. En ik ga ze combineren met een klein paletje die ik ook heb ontvangen in PR. Het kleine paletje is het betaalbare. Dit is het Essence Bronzed This Way Eyeshadow Palette. Is een heel klein paletje met 6 kleuren waaronder de 3 mat zijn en 3 zijn glanzend. Essence heeft een heleboel van dit soort mini paletjes uitgebracht in een heleboel kleuren. Ik heb er ook al eentje getest in een video waarin ik allemaal Essence een make-up had getest. Ik weet niet meer zo goed wat ik ervan vond. Maar volgens mij vond ik het wel gewoon oké. En dan heb ik ook echt een heleboel losse oogschaduw van het super dure make-up merk Shiseido. Shiseido of hoe je het ook zegt. Dit zijn de nieuwe Shiseido Powder Gel Eyeshadows. Ik heb ze letterlijk allemaal gehad. Eén zo'n oogschaduw is gewoon 30 euro. Is echt niet te doen. En deze zijn nieuw. En de kleuren zijn geïnspireerd op de Japanse grafische kunst. En dat heeft ook de hele look en vibe van vandaag geïnspireerd. Voor mij. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Het heeft zo'n hele mooie, chique, kleine, vierkante, zwarte, matte verpakking. En de onderkant is rood. En dit is dan de kleur van binnen. Heel mooi glanzend en een kleine spiegel. Qua verpakking is het echt super duper luxe. Luxer dan dit valt het denk ik niet te maken voor gewoon zo'n kleine losse oogschaduw. 30 euro. Ik persoonlijk zou geen 30 euro betalen voor één losse oogschaduw. Voor 30 euro heb je een heel oogschaduwpalet van andere brands. Maar ja, we gaan
ga het gewoon proberen. Misschien dat ik straks iets heb van ze zijn zo geweldig dat ik ze het wel waard vind. Al kan ik me dat niet echt voorstellen. Dus deze twee ga ik met elkaar combineren. Oké, we zijn lekker ingezoomd. Nou kunnen jullie alles beter zien. Ik ga in met de matte kleuren van dit Essence paletje. En dan ga ik in met de glanzende losse oogschaduwen van Shiseido. Want geen enkele kleur van die is mat. Alles is glanzend. En we gaan vandaag een beetje een aparte look maken. You will see. Ik ga beginnen met een beetje bruine matte kleur hier. Met mijn Sueva 228 Fluffy Quads ga ik die aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Oeh, veel pigment. What the F. Mensen, nu ik mijn huid van iets meer close-up zie, die poeder, ik vind hem toch iets te dik. En hij maakt niet mat genoeg. Mijn huid voelt nog een beetje zo plakkerig aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat ik die poeder toch niet zo geweldig vind. Dan ga ik in met een matte kleur hier. Ook die gaat in mijn arcadeboog. Blijf een beetje onder die andere kleur. Trek het echt zo door naar buiten, zeg maar. Oké, ik denk dat ik het qua matte kleuren gewoon hierbij laat. Ik heb nu een soort van basis gelegd. En nu gaan we in met het leukste gedeelte, alle glanzende kleurtjes. Deze twee matte kleuren waren echt gewoon best wel fijn. Ook echt goed gepigmenteerd. I like it. Oké, wat gaan we ervan maken, jongens? Ik denk dat ik inga met een beetje felle kleurtjes. Want dat is toch wel een beetje Japans-achtig, wat feldere kleurtjes. Ik ga in denk ik met roze en goud. Dat worden een beetje de twee kleuren vandaag. Oeh, ik zie nou dat deze kleur is eigenlijk gewoon mat. Dus er zijn wel matte kleuren. Ik ga stuk, er zijn gewoon wel matte kleuren. Maar bijna allemaal zijn glanzend, maar een aantal zijn wel gewoon mat. Oké, wacht. Nou ga ik eventjes de look een beetje veranderen. Ja, ik ga alsnog in met de kleur hier. Heel mooi roze mat. Dit is de kleur 11 Waku Waku Pink. En die kleur, aangezien die mat is, ga ik die een beetje aanbrengen in mijn arcadeboog om het een beetje roziger te maken. Even zien wat hiervan wordt. Jongens, ik ben nou echt maar gewoon iets aan het doen. Oeh, mooi. Het wordt nou een beetje zo paarsachtig. Omdat het nou mengt met die andere matte kleuren. Het voelt heel creamy aan. I love it. Je voelt echt gewoon gelijk het verschil. Ik voel gelijk het verschil met die meer goedkopere oogschaduw van Essence en de dure. Je voelt echt gewoon gelijk verschil in kwaliteit. Het is veel minder poederig en dun, zeg maar. Oké, nou hebben we het dus een beetje veranderd in paars. Dan gaan we in met heel mooi glanzend goud. Kijk even dit, jongens. I love it. Dit is de kleur 13 Can Can Gold. Ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En die kleur breng ik aan op mijn ooglid. Kijk dit. Niet te doen. Wauw, dit voelt super creamy aan. Love it, heel mooi. Dan ga ik in met deze hele mooie groene glanzende kleur. Dit is de kleur 16 Zawa Zawa Green. En die breng ik dan zo ernaast aan. Oh, die is ook weer super heftig. Wauw, deze kleuren zijn wel echt heel mooi. Ik ben echt helemaal impressed gewoon. Nu begin ik wel een klein beetje de prijs te begrijpen. Een klein beetje. Dan heb ik hier ook een matte paars. Dit is de kleur 12 Hara Hara Purple. De matten zijn niet echt heel mat. Het is meer fluweelachtig, zeg maar. En die kleur breng ik dan zo hier aan in de hoek. En ik blend het zo naar buiten. Gewoon een klein beetje, niet te veel. En ik breng het dan ook een beetje zo aan in de crease. Dan breng ik de twee kleuren hier ook aan op de onderste wimperrand. Jongens, ik weet niet wat ik hier doe, maar ik ben gewoon een beetje aan het spelen. Dan ga ik in met deze witte kleur, nummer 1, Shin Shin Crystal. En die kleur breng ik zo aan in mijn binnenste ooghoek. En met wat er nog op de kwast zit, ook een beetje onder mijn wenkbrauw. Dit is echt de meest aparte look ever. Oké, dan wil ik het misschien nog iets donkerder maken. Ik weet niet of ik het dan ga verpesten. Ik ga iets meer aanbrengen van die paarse kleur weer. Dan ga ik in met de kleur hier. Dit is de kleur 15 Bashi Bashi Plum. Dit is een beetje donker paars, een beetje glanzend. En die wil ik ook een beetje gebruiken om het allemaal iets donkerder te maken. Ik vind het iets te licht of zo in de crease en zo. Ja, dit maakt het zo net toch iets donkerder. Ja, dit is echt een stuk beter. Godzijdank heb ik dit gedaan. Kijk het verschil met hier en hier. Hier is het nog niet. Hier is het nog helemaal zo licht. En hier is er iets meer diepte of zo. Van het Essence paletje pak ik dan deze lichte matte kleur. En met die kleur ga ik een beetje over de randen om het goed uit te blenden. Ik denk dat zo de look wel af is. I like it. Heel apart. Maar we zijn nog niet klaar. Want ik heb ook van Shiseido een heleboel eyeliners. Dit is de Shiseido Micro Liner Ink Crayon. Weer in die normale zwarte verpakking met zo rood weer. En ik heb ze volgens mij weer gewoon echt allemaal gehad. Je hebt een heleboel kleuren. En dit is dan hoe de pen eruit ziet. Zo heel erg dun. Dit zijn allemaal van die hele kleine dunne potloodjes. Kijk, je moet ze zo draaien. En dan komt het zo eruit. Kijk, het is echt super micro. En ik heb ze in 5 kleuren. Grijs, rood, blauw, geel en paars. Ik ga eerst in met de gele en de blauwe. Beetje teal kleur. En die breng ik aan in mijn onderste waterlijn. Geel bij deze kleur hier en blauw bij de kleur hier. Oh, super heftig.
Wauw, dit is het meest gepigmenteerde oogpotloodje die ik ooit heb gebruikt. Wauw. Helaas hebben we geen zwart, alleen maar grijs. Oké, en dan nou het moment supreme. Ik ga in met de kleur rood en dan ga ik hier zo'n bloem maken. Ja, ik ga gewoon een bloem maken, ja. Dat is gewoon letterlijk wat ik ga doen. Jongens, kijk even dit. Ik ga echt stuk om mezelf. Wat ben ik allemaal aan het doen, man? Oké, nou het is gelukt. Hier is het best wel goed gelukt. Hier is het iets minder gelukt. Maar al met al is het wel oké. Wat vind ik van het potloodje allemaal? Super, super gepigmenteerd. Dat is echt geweldig. Het enige wat ik niet fijn vind. Of ja, het enige. De dingen die ik niet fijn vind. Is dat je hem niet kunt aanslijpen. Obvious. Dus ze worden best wel bol. En dan worden ze wat minder secuur. Dat vond ik wel jammer. En het breekt best wel snel af. Hij is echt volgens mij 2 of 3 keer afgebroken. Ja, en voor deze prijs is dat niet per se wat je wilt. Dus het was echt beter geweest als ze gewoon aanslijpbaar waren. Want nou heb ik het hier af en toe echt iets te dik gemaakt. Omdat gewoon het potloodje was gewoon te rond, zeg maar. Snappen jullie wat ik bedoel? Niet scherp genoeg. Nou, heel apart dit. Ik vind het wel uiteindelijk heel leuk geworden. We gaan verder met een nieuwe mascara. Dit is de nieuwe Clarins Supra Lift & Curl Mascara. Jullie weten van mij, de Clarins 4D mascara is echt mijn fave. Dus ik ben ook weer heel benieuwd naar deze. Deze moet dus krullen en omhoog liften. Nou, ik gebruik sowieso altijd een wimperkruller. Want ik heb echt de meest korte wimpers ever. Wow, wat een aparte borstel. Kijk dit. Wat is dit dan? Super apart. Oké, laten we het gewoon proberen. I love it. Wat een fijne mascara. Kijk hoe mooi ze helemaal zo worden geleefd. Je hebt ook echt volume. Ze staan helemaal omhoog. Ze staan zo omhoog dat ik allemaal mascara heb nou op mijn ooglid. Dat ga ik er zo afhalen. Ik vind hem heel fijn. I love it. Super. Oké, ik ga even wat nep wimpertjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Mijn ooglook is helemaal af. Het heeft me echt super veel tijd gekost. Oh my god. De wimpers die ik op heb zijn van Maria Malky Cosmetics in de stijl Serenity. Ze zijn niet al te heftig. Ik wilde niet een al te heftige wimper met deze look. Nou ga ik verder met mijn gezicht. En ik heb hier een palet. Dit is het Be A Perfect Shapeshifter Palette. Sinds ik het Be Perfect Antidote paletje heb besteld. En helemaal obsessed ben. En al super veel looks ermee heb gemaakt. Wilde ik meer make-up van dit merk testen. Dus heb ik dit paletje besteld. En het is een gezichtspaletje. Als je hem zo uitschuift. Heb je zo 2 paletjes die aan elkaar vast zitten met een magneet. Maar het zijn dus 2 losse paletjes. Het eerste paletje is het contourpaletje. Je hebt allemaal van die contourkleuren. En 2 concealerkleuren. En het andere paletje heeft blushes en highlighters. Dus het zijn 2 aparte paletjes. Maar ze zitten dus vast met een magneet aan elkaar als je dat zou willen. Ik moet wel zeggen, de magneet is niet echt heel sterk. Dus ze gaan heel erg los van elkaar. Dus ik zou ze persoonlijk gewoon zien als 2 losse paletjes. Dus ik ga beginnen met het contourpaletje. Dit hele palet is ook echt ideaal voor visagisten. Omdat je gewoon echt heel veel kleuren krijgt. Ik denk dat ik de kleur hier ga gebruiken als contourkleur. Die heet Elio. Nou, dat ging echt goed. Hele mooie contourkleur. Hij blendt ook echt zalig uit. Super makkelijk blendt hij gewoon uit. Even kijken. Dan pak ik de bananakleur hier. En met die kleur ga ik zo een beetje op mijn neus hier zo. Om het wat smaller te laten lijken. Wauw, die kleur is ook heel mooi. Heel gepigmenteerd. Kijk even wat voor een verschil. I love it. Wow, dit heeft mijn neus echt een stuk smaller gemaakt. Wow, ik ben echt impressed. Dit is echt de beste bananenkleur ever. Kijk even hoe smal mijn neus nu lijkt. Terwijl ik heb niet per se een hele smalle neus of zo. Nou, deze is echt top. Dan ga ik bronzen met de kleur hier. Die heet Baywatch. I love it. Super mooi als bronzerkleur. Ik ben echt helemaal impressed met dit paletje. I love it. Fantastisch. Super fijn. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. Echt heel fijn. Dan ga ik nou in met het blush en highlighter paletje. Ik vind het wel jammer dat de enige 2 matte blushes de 2 hier zijn. En ik vind allebei die kleuren niet echt fantastisch voor mijn huidskleur. Ik ga gewoon even iets proberen. Wat ga ik doen? Ik ga gewoon de kleur hier pakken en die als blush gebruiken. Zo'n kleur gebruik ik niet echt heel vaak. Laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Wow, super apart dit. Dan ga ik in met de glanzende blushkleur hier. Die heet Offering. Die is wel glanzend, maar whatever. En dan ga ik er een beetje mee overheen om een beetje een roze kleur te krijgen. Oké, die is echt super glanzend. Oké, dat was geen goed idee. Ja, die is echt super glanzend.
Die moet je echt alleen maar gebruiken als een glow en echt niet als een blush. Dat is echt too much. Kijk, ik ga het een beetje mat maken met de kleur hier. Ik weet niet of dat de beste beslissing gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. Ik pak gewoon een heel klein beetje. Oeh, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Oké, als je de twee matte kleuren met elkaar mixt, verandert het echt in een hele mooie blushkleur. En dan ga ik in met de High and Lighter kleur hier. Die heet Lotus. En dan ga ik een glow aanbrengen op mijn gezicht. Wauw, super heftig. Jongens, dit is echt gewoon fantastisch. Deze twee paletjes allebei. Of ja, ik moet zeggen, het is één paletje. Wacht, ik ga ze op elkaar doen weer. Het is één paletje. Je kunt ze ook niet loshalen of zo. Je haalt ze echt gewoon als één pakket, zeg maar zo. Ik raad het echt zeker aan. Ik ben echt impressed. Ook voor visagisten is dit echt gewoon ideaal. Oké, nou, dan ben ik helemaal klaar. Nog eventjes de lippen. Ik heb hier een nieuwe matte liquid lipstick. Van de Balm heb ik de Meet Matte Use Matte Liquid Lipstick. Ik heb hem in de kleur Charming. Deze heb ik gehad in PR. Ik ben heel benieuwd hiernaar. De verpakking is gewoon heel normaal. Echt gewoon de cliché, de Balm verpakking. De Balm is nu voortaan te koop bij de Kruidvat. Daarom heb ik hem ook gehad in PR. Oké, laten we het aanbrengen. Super duper mooie kleur. Een hele beetje donkere nude kleur. Super mooi. Deze lipstick, hij ruikt ook echt heerlijk naar mint of zo. Het heeft zo'n mintgeur. Het voelt ook lekker dun en licht gewicht aan. Je hoeft het helemaal niet aan te brengen met een lippot. Een loodje van de applicator brengt het echt heel mooi recht aan. En het droogt gewoon heel snel mooi mat op. I love it. Ik had het niet echt verwacht, maar voelt fijn aan. Kijk hoe snel die gewoon opdroogt. Amazing. En dan als allerlaatste ook nog een nieuwe fixing spray. Dit is de Maybelline Lasting Fix Fixing Spray. Er staat op dat het een matte finish heeft en dat het je make-up tot 16 uur lang goed laat zitten. Oké, het voelt echt alsof er gewoon niks op je gezicht valt. Maar obvious is dat wel het geval. Ja, het maakt echt een beetje matcha. Niet heel extreem, maar wel echt een klein beetje. Oké, nou die voelde wel oké aan. Ik moet hem wel vaker gebruiken, want vandaag ga ik mijn make-up niet de hele dag oplaten. Dus vandaag kan ik hem niet echt testen, maar ik hou jullie op de hoogte. En dan zijn we klaar. Oké, jongens, nou dit was dan de look. Wat vinden we ervan? Kijk hoe apart deze bloem is. Ik vind dat het op zich best wel goed is gegaan. Een aantal producten waren niet zo goed. Ik zal jullie eventjes vliegensvlug vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind. Ik zal beginnen met de foundation. Deze is echt best wel fijn. Nogmaals, ik raad hem wel echt alleen maar aan voor de droge huid. Want hij maakt je huid een heel klein beetje vettig na een aantal uur. De concealer vind ik ook goed. Mooie volledige. Volledige dekking zonder dat hij zo dik en zwaar voelt op mijn gezicht. Hij is wel iets te licht voor mij, maar ik heb het al met al wel gewoon goed kunnen finessen. Dus deze vind ik ook fijn. De cream contour vind ik ook fijn, vooral voor die lage prijs. Oh my god, ik zou de kleur die ik heb wel echt gebruiken als bronzer. Maar ze hebben nog een aantal andere kleuren, dus bekijk gewoon eventjes wat het beste matcht met jouw huidskleur. Deze poeder vind ik helemaal niks. Maakt mijn gezicht helemaal zo dikkig. Ik heb nou echt zo'n dikkige cake face en dat komt echt door de poeder. Dus ja, ik vind hem niet zo fijn. En hij maakt het niet heel goed mat. Mijn huid blijft zo lakkerig aanvoelen. I don't like it. De mascara is mijn nieuwe fave. Ik vind hem zelfs beter dan de Clarins 4D mascara. Dus ja, I love it. Hij lift ze echt heel mooi omhoog. Deze fixing spray ga ik nog een aantal keer gebruiken met echt een full day wear test. En ik hou jullie op de hoogte. De lipstick, super mooi. Kijk even dit. Super veel pigment, bracht heel makkelijk aan, voelt licht aan op de lippen, wordt mooi mat, droogt niet uit, gewoon helemaal top. Dit palet ook echt amazing. Deze gaan jullie echt heel vaak zien worden gebruikt op mijn kanaal, want ik vind hem gewoon echt geweldig. Altijd visagisten, ideaal voor in je kit. Dit paletje van Essence, ja ik heb alleen de matte kleuren gebruikt, maar ik vond hem wel gewoon op zich oké. Deze potloodjes raad ik niet per se aan, omdat ze gewoon heel te afbraken. Ze waren te fragiel, ik vind die kwaliteit niet zo goed, vooral voor die hoge prijs. Maar ze zijn wel echt super super gepigmenteerd, dat wel. En dan heb ik hier alle losse oogschaduwen. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ze werken echt super goed mee. De kwaliteit is echt amazing. Ik heb er niks slechts op aan te merken. Of jij ze 30 euro waard vindt, dat laat ik over aan jullie. Ik persoonlijk zou het niet betalen, ondanks dat ik hem heel goed vind. Want er zijn genoeg oogschaduwpaletten die ook zulke goede kwaliteit hebben. En dan heb je meer kleuren voor een lagere prijs. Maar al met al, ze zijn wel echt heel goed. Dus als jij het wel het hoge bedrag waard vindt, of jij
jij bent zo'n persoon die slechts één kleur gebruikt, dan raad ik ze wel gewoon zeker aan. En dat was het volgens mij. Dat waren alle producten. Al met al was het meeste gewoon goed. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik vind het ook echt een hele leuke Crea Bea look geworden. Laat me weten wat jij van de make-up vindt. Van de look, van alle producten. Beneden in de reacties. Vind je dit soort video's leuk? Let me know. Kom lekker kletsen met mij. En laat me ook weten wat voor video's je nog meer zou willen zien hier op mijn kanaal. Ik ben altijd op zoek naar goede inspiratie voor video's. En zoals altijd hoop ik weer dat ik jullie heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!